Welkom bij het ochtendweerbericht van Weerplaza. Er ligt een laag drukgebied bij Schotland en een bijbehorende storing trekt vanochtend en ook vanmiddag van west naar oost over het land. Dat gebeurt vrij langzaam, waardoor we een groot deel van de dag te maken hebben met wolkenvelden en van tijd tot tijd valt er ook wat regen of motregen. Er staat ook een behoorlijk stevige wind, die is matig of vrij krachtig boven land, kracht 4 of 5, en een zee verder krachtig, soms zelfs hard, kracht 6 of 7. Het wordt vanmiddag zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond wordt het vanuit het westen geleidelijk droger en ontstaan er een aantal opklaringen. De temperatuur zakt dan weinig. Morgen hebben we een afwisseling van wolkenvelden, een zonnige periode en een paar losse buien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden en er staat nog altijd een vrij stevige wind aan zee krachtig kracht 6. Vanaf woensdag wordt het tijdelijk, aan, tijdelijk wat rustiger. De wind gaat afnemen. en Vooral woensdag en donderdag valt er slechts een enkele bui en zijn er ook zonnige perioden. Later op de vrijdag dan keert de wisselvalligheid weer terug, maar een groot deel van de dag is het nog meest droog. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl